Goed, dames en heren. Van harte welkom bij de oriënterende ronde op deze 18 april 2017. Agenda die voor ons ligt bevat 7 punten. Het eerste is de opening en de mededeling. Ik heb geen mededeling en de opening is bij deze verricht. Dus dan kunnen we door naar agenda punt 2. Dat is de vaststelling van de agenda. Zijn er mensen die dat de agenda zoals die nu voor ligt daar niet mee kunnen leven? Mooi, iedereen kan daarmee leven. Dat is mooi. Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat is het spreekrecht. Heeft zich bij mij weten niemand gemeld. Kan nog natuurlijk. Maar gaat ook niet gebeuren. Dat is nog mooier. Dan zijn we al bij agenda punt 4. Dat is het meningsvormende deel van de agenda. Er staat één meningsvormend punt op de agenda. Dat is het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg-Matenweg omgeving Kollendoorn. Wie of wie wil daar het woord over voeren? Dit wordt een recordvergadering als het zo doorgaat. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Mag het dan ook als hamerstuk door? Dat is dan denk ik het geval. Ja, nou, dan gaan we dat doen. Dan zijn we bij agenda punt 5. Dat is het uit de verkoop halen van het pand aan de Lage Doelen 2 te Hardenberg. Dat is de Kastanjehof. En op verzoek van de ChristenUnie is dat agenda punt op de agenda terechtgekomen. Dus lijkt me dan ook raadzaam om hen als eerste het woord te geven. Dan eventueel het college heeft te laten reageren. En mocht er dan nog de behoefte zijn om te reageren, dan kunnen we dan alsnog dat doen. Kunt u daarmee leven? Dat is mooi. Wie van de ChristenUnie? Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad gevraagd of het punt op de agenda, informerend op de agenda kon komen. Dat is gebeurd, waarvoor dank. In de omschrijving staat eigenlijk al wat de bedoeling is. Op 8 maart verscheen in de weekberichten de brief van het college aan de raad over het uit de verkoop nemen van de Kastanjehof. Daar zijn op dit moment 6 start-ups gevestigd, zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels al weet. En wij willen graag met elkaar, met als raad, dus niet alleen beantwoording door het college, maar ook even raadsbreed, willen wij ons eigenlijk bezighouden met de vraag, vinden wij dat dit tot de core business van de gemeente behoort? En zo nee, wat zou dat voor consequentie moeten of kunnen hebben voor een dergelijk besluit? Of wat vinden wij daar met z'n allen van? Want op het moment als we zeggen, ja, het behoort niet tot de taak van de gemeente om op die manier onroerend goed te verhuren, dan, nou ja, in ieder geval, dan moeten we daar met elkaar iets over vinden, denken wij. Maar in ieder geval is het nu de bedoeling om met elkaar eens even van gedachten te wisselen over wat is het antwoord op die vraag, wat vinden wij daarvan en hoe zouden we daarmee verder willen of niet willen. Voorzitter, mag ik vragen wat de mening van de ChristenUnie is op dat punt? Ja, zeker. Althans, ik neem aan dat meneer Breukelman dat mag vragen, maar ik wil ook wel antwoord geven. Ja. de reden, meneer Breukelman, dat wij dit agenderen is, ik zou bijna zeggen natuurlijk, dat wij, de ChristenUnie, eigenlijk van mening zijn dat het niet tot de kerntaak van de gemeente behoort. En daarom vinden wij het ook een wat lastig besluit. En dat is ook de reden waarom wij daar graag in deze vergadering met elkaar nader aandacht zouden willen besteden. Die indruk had ik al gekregen, voorzitter, als ik nog een vervolgvraag mag stellen. Want u zei van, nou, wij vinden het niet de kerntaak van de gemeente. Zou ik graag willen weten waarom dat dan niet zo is. Kunt u daar wat meer argumentatie voor geven? Nou ja. Voorzitter, mag ik daar van de orde en daar een vraag over stellen? Want ik begreep net van u dat de inleiding van de ChristenUnie gevolgd zou worden door een antwoord van het college. En dat daarna nog wat zou worden gediscussieerd. En wij zouden wel graag mee willen doen in deze discussie namelijk. Ja, volgens mij is over de volgorde niet gesproken hoor. Nu kan het ook zo zijn dat meneer Breukelman ons zometeen gaat vragen wat wij ervan vinden. Dan willen we daar ook wel een antwoord op die geven. Die kans is vrij groot. Ja, het zou een bijzondere wending zijn voor deze vergadering. Maar meneer Gelling heeft helemaal gelijk. Ik had inderdaad dat gezegd. Alleen, nou was de bijdrage van mevrouw Hof dat ze eigenlijk als eerste de raad dat vroeg. En ik was zo vrij om dat toe te staan. En dat is met die raadsleden. Je geeft ze een vinger en dan gaat het gelijk los. Dus wat mij betreft, als u de vragen heeft, stelt u ze dan ook vooral. En dan gaan we dan wel even kijken wat het college. Passen we de volgorde eventjes iets aan. Naar aanleiding van. Nou, die hebben wij. Maar moeten we nu wachten op het vraaggesprek wat meneer Beukeman vroeg? Dat lijkt me wel zo verstandig, voorzitter. U komt zo zeker aan de beurt. Maar betekent dat, voorzitter, dat ik nu... Ja, waarom? Dat was de vraag volgens mij. Dus, ja. Nou ja,
Het heeft een aantal redenen, maar een belangrijke is dat, dat de gemeente ten principale volgens ons niet verhuurder van onroerend goed zou moeten zijn. Het tweede daaraan, en dat linkt daaraan, is dat wij vorig jaar hebben ingestemd ook met de verkoop van onroerend goed, waaronder de Kastanjehof. Dat is toen besloten en dat wordt nu teruggedraaid. Wij hebben toen als raad gezegd van we willen daar graag van tevoren ook over geïnformeerd worden. Dit is nu iets dat achteraf gepresenteerd wordt. Dat is ook jammer, maar het belangrijkste argument nogmaals voor ons is dat een kerntaak van de gemeente is niet dat wij verhuurder zijn van onroerend goed. En in dit geval voor start-ups, wat misschien ook wel een beetje het verhaal een beetje lastig maakt, is dat... Het lijkt wel een beetje kan lijken op verkapte subsidie van beginnende ondernemers. En de vraag is ook of je je daar als gemeente mee bezig zou moeten houden. En het is niet gezegd dat per se zo bedoeld is, maar zo komt het op ons in eerste instantie wel een beetje over. En vandaar dat wij graag onderling deze discussie willen voeren. Mag ik daarop reageren, voorzitter, als we toch bezig zijn in een soort van eerste termijn? Ja, dan ga ik gelijk even een rondje maken. Wie zou zo meteen nog meer willen reageren? Want ik heb zo'n vermoeden dat er nog meer zijn. Mevrouw Luiten, Kloekhorst, Rodemond, Gelling. Oké, ja. Ja, ik heb daar ook nog wel een vraag voor het college over, dus die kan dat ook meteen worden meegenomen. Ja, als we het hebben over de Kastanjehof wat dat betreft, dan zijn zaken die in mij opkomen, eerst als van toch misschien wel een aanjaagfunctie voor start-ups. Goed dat start-ups in onze gemeente zijn. Betreft misschien ook wel een doelgroep die qua kosten en qua omgeving juist daar heel goed kunnen aarden en misschien... elders minder. Dus ook, ik zou graag zien dat het college dat facet meeneemt in het antwoord. Dus dat wil ik ook zeker benadrukken. En ik weet nog heel goed, voorzitter, dat toen wij hier de discussie hadden, ondanks dat de discussie over het onderwijs misschien hier niet helemaal thuis was, maar over de Kastanjehof, dat vrijwel alle partijen zeiden van, nou, wij hechten ook zoveel belang aan de waarde van dit pand, zei ik. Volgens mij was het een gemeentelijk monument. Ik geloof dat we daar lang over gesproken hebben met z'n allen. Ook de fractie van de ChristenUnie. Dus in die gedachtenlijn zou ik ook kunnen denken, nou ja, zolang je als gemeente zelf de eigenaar blijft van, kun je dat ook enigszins waarborgen. En de vraag die daaruit voortvloeit, voorzitter, en die stel ik ook aan het college. Er zijn bij de Kastanjehof nog meer gronden. Er is wel gesproken dat het lastig zit in de exploitatie als het gaat om onderhoud. En ziet het college misschien mogelijkheden om, nou ja, iets met kavels te doen aan de koppelaan, om daar toch wat financiële middelen uit te halen misschien? Nou, daar wou ik het eerst even bij laten. Mevrouw Hof, met een reactie? Ja, meneer Breukeman geeft zelf al terecht aan dat de scholendiscussie in dit kader minder relevant is. En dat het een gemeentelijk monument is, dat klopt. Maar daardoor moet een koper ook aan bepaalde eisen voldoen. Dat zal een koper ook, die zal eraan gehouden worden. En het feit dat het wat lastig is om dat pand kwijt te raken, volgens mij waren er serieuze gegadigden. Dus dat is ook een argument dat in deze volgens mij niet echt ter zake doet. Nou, voorzitter, ik heb ook de discussie over het onderwijs helemaal niet opgerakeld. Ik heb alleen gezegd dat in die discussie er veel gesproken is over de waarde van het pand. En dan zeg ik er gewoon maar als extra argument bij, voorzitter, dat ook dat facet kan worden gewaarborgd in de constructie zoals die nu is. Ja, maar dat kan in een andere constructie ook. Dat zou kunnen, maar waarom zou die zelf niet bovenop zitten? Ja, dat is wat mij betreft even genoeg voor dit punt. Gaan we gewoon even het rondje maken. Mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren heel positief over de brief, omdat wij vinden dat het wel degelijk een kerntaak kan zijn van de gemeente om ruimte te bieden voor startende ondernemers. Wat wil je nog meer? Ik vind het ook helemaal niet zo'n rare taak van de gemeente. Ik ken heel veel gemeentes, waarschijnlijk allemaal wel, die heel veel panden in eigendom hebben en daar in de vorm van broedplaatsen dat juist voor lagere huren beschikbaar stellen aan plekken met een maatschappelijke functie of bedrijven met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld voor de dynamiek, die je wel in je gemeente wil hebben en die anders waarschijnlijk met gangbare commerciële prijzen nooit op zo'n plek in zo'n centrum zouden kunnen zitten. Dus wat de PvdA betreft vonden wij het een heel mooi initiatief en wij zijn eigenlijk wel benieuwd of er nog meer panden in de gemeente zijn die je zo'n functie zou kunnen geven. Zo kan de discussie een verrassende wending nemen.
dan gaan we. Ik hoorde geen vraag aan zowel mevrouw Hof of het college, maar ik zie dat mevrouw Hof wel graag wil reageren. Dus dat mag wat mij betreft even. Ja, ik heb een korte vraag aan mevrouw Luiten. Betekent dat ook als u zegt van het zijn start-ups die misschien ook een bepaalde maatschappelijke functie kunnen vervullen, dat je eisen stelt aan de start-ups die in zo'n gebouw komen te zitten? Of zou u dat dan niet willen? Nou, daar zou je het over kunnen hebben. Want ik kan me best voorstellen dat je een start-up die geen start-up meer is, omdat die al heel lang bestaat of heel veel geld verdient, ja, die kan natuurlijk prima in een commercieel gebouw gaan zitten. Dus, maar daar zouden we het met elkaar over kunnen hebben, kan ik best iets bij voorstellen. Oké, meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, op zich kunnen we prima leven met het voorstel. Toch rezen er wel een paar vragen in de kant. Even voor de duidelijkheid, welk voorstel? Het voorstel van mevrouw Hof of het voorstel van het college? Het voorstel van het college. Ja, nee, oké, helder. Want, maar we kijken nog wel even met enige twijfel van, zijn we nu bezig om een concurrent te creëren voor het LOC? Op zich zien wij echt wel mogelijkheden om voor de Kastanjehof als kraamkamer voor startende ondernemers te fungeren. Biedt zelfs enig perspectief, want wij hebben geconstateerd dat zelfs de zandbak aanwezig is. Dan nog een punt, en dat is eigenlijk mijn vraag aan het college van, ja, hoe is het, de heer Burgerman duidde daar ook al op, van het was qua onderhoud absoluut niet meer toereikend voor het onderwijs. En ik neem aan dat ook startende ondernemers zich veilig moeten kunnen voelen in de Kastanjehof. Wat de ChristenUnie betreft, zou ik eigenlijk de vraag willen stellen, heeft u alternatieven voor startende ondernemers? Ik heb mezelf net een beetje weggegeven met LOC, maar daar wil ik dan graag het antwoord toch nog wel even op horen, ook van het college. Vraag aan de ChristenUnie en aan het college. Nou, laten we bij de ChristenUnie beginnen, want het college komt zo. Nou ja, het LOC, dat is ons ook door het hoofd geschoten. Dat is één. En er zijn natuurlijk ook gewoon commerciële partijen binnen de gemeente Hardenberg die ruimtes verhuren voor start-ups. Oké. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heeft PvdA ons standpunt al redelijk helder verwoord. Waarbij ik nog wil aantekenen dat wat ons betreft economische vernieuwing een maatschappelijk rendement in zich al is. Dus wat dat betreft applauderen wij dit voorstel hevig toe. Oké, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik verwijs om te beginnen even naar een brief die de VVD-fractie heeft gestuurd in september 2015, waarin wij onder andere de scholendiscussie aanzwengelden. Er staan er nogal wat leeg. Dat een van de antwoorden zijn op de vraag van mevrouw Luiten. Er zijn er genoeg in de gemeente. Naast de 3400 meter LOC-ruimte die ook nog ter beschikking is, maar die wordt verbouwd voor healthy aging, als ik me niet vergis. Dus daar voldoet niet iedere start-up aan. Maar voorzitter, wij hebben toen gezegd in punt 5, wij houden van superlatieven. Zou het geen fantastische optie zijn voor de Kastanjehof om daar ruimte te creëren voor startende ondernemers en ZZP'ers? En wat wil het geval, zoals vaker de voorzitter van de VVD, dat blijkt zo te zijn. Voorzitter, het was een goed idee, wij hoeven daar de eer niet van. Die hebben wij gegeven bij de sociale ombudsfunctie aan mevrouw Luiten en die mag u nu ook weer hebben. Maar, voorzitter, het is nu wel tijd, nu juist blijkt dat het zo'n goed idee is, om afscheid te nemen. Want de argumenten die ik hier hoor, vinden wij in ieder geval niet valide, want het aanjagen van ondernemers zit hem niet in het gebouw. De ruimte is er genoeg, het aanjagen van ondernemers zit hem in andere dingen, maar daar kom ik zo even op terug. En het is juist ook in uw eigen begroting dat u voortdurend aanhaalt dat u dingen gaat verkopen. Nou is de rij van te verkopen objecten tot nu toe niet heel erg groot geweest. En net nu u iets heeft om te verkopen, besluit u om niet te doen. En de eerste vraag is eigenlijk, waarbij wij nog even de ruimte houden om zometeen wat terug te komen op andere argumenten, is waarom eigenlijk besloten is om eerst te verkopen en vervolgens weer niet te verkopen. Want er is in de omstandigheden namelijk niets veranderd. Op het moment dat u verkocht, zaten de start-ups in en u hebt in dat proces kennelijk besloten om niet meer te doen. En er is mij ook ingefluisterd dat degene aan wie u zou hebben willen verkopen er nog iets van vindt. En ik hoorde zelfs dat het een rechtszaak ergens loopt. Dus primair is de vraag eigenlijk die wij nu hebben. Wat heeft u doen besluiten om uw oorspronkelijke plan aan te passen en nu weer niet te gaan verkopen? En dan komen we straks nog even terug op oneerlijke concurrentie. En hebben we nog wel wat oplossingen als u echt ondernemers wil aanjagen. Want dat zit hem nogmaals niet in een pand, maar in middelen.
Oké, mevrouw Luiten wil even reageren. Ik heb nog een vraag, meneer Gelling. Want meneer Gelling, er is toch een verschil tussen actief aanjagen. Ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad heel andere beleidsinstrumenten voor inzet. Meer op het economische terrein, om eens wat. En het faciliteren van dit soort autonome ontwikkeling. Ja, vind ik eigenlijk wel met respect hoor. Daar wil ik best wat van zeggen, want er is namelijk ruimte genoeg. Er zijn echt heel veel mogelijkheden om mensen ergens neer te zetten. Waar het ons om gaat, en laat ik dan even gelijk een voorschot nemen, wat wellicht in de tweede ronde anders zou kunnen komen, is dat dit nou net een van de panden is in Heidelberg die fantastisch is. Dit is nou echt een prachtig pand. Hier kun je nog wat mee. En ik denk niet dat u dat moet doen, want ik denk dat het mooier kan worden dan dat u vast voornemens bent om te gaan doen, als ik het sceptisch mag omschrijven. Dus dit is nou net zo'n pand waarvan ik denk dat u daar iemand voor moet zoeken die het fantastisch maakt. Die ervoor zorgt dat juist die ICT'ers die we hier hebben, die in een andere omgeving willen zitten dan gemiddeld, die we juist moeten faciliteren om niet naar Zwolle te gaan, wat ze ondertussen veelvuldig doen. Maar vraag die mensen ook om zelf dat pand te kopen, om het zelf te ontwikkelen, om het fantastisch te maken. En niet met alle respect een likje verf hier en een systeemplafonnetje daar. Want daarmee doet u dit pand echt zwaar geweld aan. Dit is de laatste parel die er is. Het ligt in de stad. Maak hier nou eens een keer iets heel erg moois van. Maar dat moet u niet zelf doen. Mevrouw van de Hoek zit op de popelen. Ja, ik heb het idee dat ik in twee verschillende discussies zit. Want als ik lees wat er staat, de fractie van de ChristenUnie vraagt zich af of het in bezit houden van vastgoed en het verhuren aan derden door de kerntaak van de gemeente behoort. En opeens hebben we het niet over wat we doen, maar hoe we het doen en waar we het moeten doen, met elke gedachte die erachter ligt. Mooie discussie, volgens mij hadden we dat misschien in een eerdere sessie kunnen doen als het gaat over sociaal ondernemen en participatie. Wij hebben wel geworsteld met die vraag, hè. Moeten we eigenlijk niet dit overlaten aan de markt? En moeten wij winst maken? Is het kostendekkend? Waar zit dan die verhouding tussen het vasthouden en het verhuren? Ik moet zeggen dat deze discussie mij daar niet tot een duidelijk standpunt brengt. Behalve hoe innovatief alles nu naar voren wordt gebracht. Inclusief de prachtige pui van de Kastanjehof. Ik denk wel dat dit een vraagstuk is die we elkaar duidelijk moeten stellen als het gaat over hoe wij dingen in beheer vasthouden en hoe we dat vermarkten of niet. En misschien is dat een apart onderdeel wanneer we het ook gaan hebben over het grondbeleid. Maar ik vind dat wel een hele belangrijke vraag, los van alle ideologische maatschappelijke discussie die er verder plaatsvindt. Oké, dank u wel. Strikt formeel genomen ligt er natuurlijk ook niet een voorstel, hè? Dus u hoeft in wezen hier ook niets van te vinden. Het is eigenlijk gewoon een besluit van het college wat nu op de agenda wordt gezet, eigenlijk door mevrouw Hof. En waar we dus eigenlijk vanavond ook zeker niet, maar ook geen besluit over nemen. Voorzitter, dan begrijpt u mij verkeerd. Wat ik daarmee wilde aangeven is dat ik wel denk dat het een hele legitieme vraag is die hier wordt gesteld. En dat we retrospectief na het raadsvoorstel wel met elkaar in discussie zouden moeten gaan hierover. Ja. In de juiste context. Ja, nee, het was ook niet op u specifiek gericht, maar ik hoor een aantal mensen praten over het voorstel en dat ligt er hier eigenlijk niet. Hè? Dus dat is eventjes misschien wel goed om even te benoemen. Dus vandaar dat ik dat zei. Mevrouw Hof. Ja, ik wil graag even kort aanvullend op mevrouw Van den Hoek, want dat was inderdaad de reden van, en dat staat volgens mij ook in de tekst en ik heb geprobeerd het over de bühne te brengen, maar misschien niet helemaal duidelijk. Het gaat ons niet om de concrete invulling van de Kastanjehof, hoe die gestalte zou moeten krijgen. Het gaat ons om de kernvraag, is verhuur van vastgoed aan commerciële partijen of aan start-ups, hoort dat bij het domein van de overheid? En op het moment als de ChristenUnie vindt dat de overheid zich in dat opzicht terughoudend zou moeten opstellen, betekent dat dus dat wij dit een lastig besluit vinden. En dat is de kernvraag die hiervoor ligt. En hoe de Kastanjehof concreet wordt ingevuld en door wie en wanneer en voor hoeveel en dat soort zaken, dat is wat ons betreft nu geen onderdeel van de discussie. Oké, nee, mevrouw Luiten nog even de behoefte en dan was meneer Brink. Ik dacht, dat heb ik kennelijk niet duidelijk gedaan, maar bij mijn weten probeerde ik dat net ook te zeggen. Wij vinden het geen kerntaak, we vinden het wel een taak. Daar hebben we ook helemaal geen moeite mee. En ik vind het iets anders als je zegt commerciële verhuur. Nee, dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet niet als een projectontwikkelaar panden gaan opkopen in de hoop dat je er winst in gaat maken. Maar dat je als je panden hebt, een aantal, en dat zijn ook nogal gezichtsbepalende panden, en je hebt er een goede bestemming voor, dan vind ik het heel legitiem om als gemeente te zeggen,
Dat houden we en dat verhuren we. En dat hoeft dan dus ook niet kostendekkend te zijn. En dat doen we volgens mij bij een heleboel panden ook voor scholen, om er eens wat te noemen. Meneer Brink. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan deze discussie hier, want al het gras is al voor mijn voeten weggemaaid. Maar eigenlijk, wat ik nog wel even wil zeggen, is dat ik heel erg positief ben over datgene wat er op dit moment plaatsvindt in de Kastanje Hof. Wat inderdaad, zoals meneer Kloek was ook zegt, een soort van kraamkamer is voor jonge ondernemers die daar zitten. En daar ben ik zelf heel positief over. En waar ik ook enthousiast over ben, en daar ben ik ook wel even benieuwd naar wat de portefeuillehouder over te zeggen heeft. Het is een samenwerking die is met het ondernemersstartpunt, hè? Want we hebben natuurlijk al best veel initiatieven die werkgelegenheid, economie en dergelijke moeten stimuleren en bevorderen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar hoe de portefeuille aankijkt, dus portefeuillehouder, sorry, tegen enerzijds het ondernemersstartpunt wat daar zit en die stappen de ondernemers. Want voor mij is dat een heel mooi synergie-effect wat daar is ontstaan, of wat daar aan het ontstaan is. En ik ben wel benieuwd hoe de portefeuillehouder daar tegenaan kijkt. Mevrouw Hof, nog voordat we... Ja, een heel korte, kleine aanvulling, want het lijkt erop alsof zonder dit soort facilitering van start-ups er geen start-ups kunnen zijn in de gemeente Hardenberg. En dat is volgens mij niet waar. Dus we moeten niet net doen alsof het helemaal misgaat met start-ups op het moment dat we de Kastanjehof of andere panden op deze manier zouden inzetten. Dat is volgens mij niet het geval. Nee, maar... Voorzitter, mag ik even... Als toevoeging, okay. Kijk, dan zou ik haar zeggen van hoe dan, maar ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw Luiten. Als wij hierin kunnen faciliteren, dan staat dat bij mij voorop, nog voor de principiële vraag van of dat nou wel of niet volgens uw richtlijn is, zeg maar. Voorzitter, mag ik daar een antwoord op geven op de vraag die meneer Beukerman nu stelt? Want het gaat niet meer over het faciliteren van start-ups. En zou het nou dan een overweging zijn voor u om bijvoorbeeld de Kastanjehof te verkopen? Dan doet u wat u hebt afgesproken in uw begroting, dat u namelijk afstand zou doen van Activa die te verkopen is en dit is te verkopen. En dan zou u die koopsom kunnen gebruiken om een volgend idee wat de VVD-fractie al heeft ingebracht bij de onderhandelingen toen de coalitie werd samengesteld. Dan zou het veel beter zijn om daar een fonds van te maken. En dat fonds aan te wenden om die bedrijven ook nog financieel te ondersteunen. Dan bent u namelijk aan het aanjagen en dan doet u iets. En dan bent u geen vastgoedexploitant. Wat u op deze manier doet, is dat u valse concurrentie aangaat op het verhuren van meters. En niet op het faciliteren van ondernemers. En dat is een weg waarvan wij vinden dat u die niet moet bewandelen. Principieel niet, omdat u in een begroting hebt aangegeven anders te zullen doen. En ook niet wilt u aanjagen dat er veel betere methodes zijn om aan te jagen. En voorzitter? Mevrouw van de Hoek, ja, sorry. In aansluiting op wat mevrouw Hof zei en wat meneer Gelling zei, het zou in ieder geval onze fractie plezieren als de wethouder puur zich zou kunnen richten over de vraag waarom dit op de agenda staat. Namelijk of wij vastgoed in beheer hebben en zouden moeten verhuren of dat een kerntaak van ons is in plaats van over wat er in de Kastanjehof gebeurt. Want dan zitten we straks in een hele andere discussie. Volgens mij was dat gewoon de vraag niet. Oké, nou ja, de wethouder gaat over zijn eigen antwoorden, dus we gaan meemaken hoe hij dat gaat invullen zometeen. Wie van het college, meneer Prinsen, zie ik opstaan? Voorzitter, dank u wel. Is het verhuren van gemeentelijk vastgoed aan commerciële partijen, is dat een kerntaak? Nee. Is het verhuren van vastgoed aan niet-commerciële partijen, is dat een kerntaak? Nee. Maar dan sluit ik me aan bij mevrouw Luiten. Het kan een taak zijn. Wij doen dat wel meer. We hebben nog een drietal buurthuizen. We hebben nog een drietal buurthuizen die niet zijn geprivatiseerd. Die worden verhuurd aan stichtingen, buurtverenigingen die daar hun ding doen. We hebben het LOC, nou, daar hebben we al een hele lange discussie over gehad. En zo hebben we... volgens mij hebben we nog wel een woning die al sinds Sint-Jutemus wordt verhuurd aan een bestuur van een dorpshuis. Het is niet onze kerntaak, maar soms kies je een constructie die het mogelijk maakt, bijvoorbeeld als ik het heb over die woning, om zo'n dorpshuis beter te kunnen laten functioneren en goed te ondersteunen. Dus het is absoluut geen kerntaak. En toen wij een hele tijd geleden zeiden van hoe kunnen we middelen vrij spelen om... leningen enzovoort vervroegd af te lossen of eerder af te lossen. Dan hebben we daar ook gekeken naar wat is nou het gemeentelijk vastgoed en waar hebben we
eigenlijk geen functie voor, daar hebben we geen bedoeling mee. Daar stond de Kastanjehof stond daar ook pontificaal in. En op dat moment was er sprake van één contract, één contact op dat moment. En dat was met Alpha College. Daar had ik een afspraak mee gemaakt dat die tot het verkocht zou worden, mochten ze daar wat lokalen huren om daar die dingen te doen met studenten die ze daar beter zouden kunnen doen dan in het LOC. Veel meer in de samenleving, meer op zichzelf, om daar ook een soort leerplaats van te maken. Dat was op dat moment het enige wat er speelde. Met het statuscentrum, wat daar later, of ongeveer tegelijkertijd in kwam, kwamen daar ook de start-ups in. En dat proces dat voltrok zich wat mij betreft wel een beetje in stilte. Tot wij daar volop zicht en kennis van kregen, toen hebben wij ook na een bezoek daar en ook met wat gesprekken die we daar gevoerd hebben, gezegd, goh, is het eigenlijk wel zo goed om dit nu zomaar af te stoten? We hadden inmiddels twee liefhebbers en ik ben niet achterover geslagen van de prijs die men voor het pand wilde betalen. Dat was ook wel een punt, maar niet het belangrijkste punt. Maar toen we in gesprek raakten met deze en gene, en dan ja, ben ik toch van een iets andere generatie, want als ik dan met mensen in het gymzaaltje sta en zeg van, nou ja, wat zouden we hiervan kunnen maken? We zouden de vloer eruit kunnen halen en het wandrek weghalen en een beetje strak maken. Zeg, u bent toch wel goed bij uw hoofd. Het is toch fantastisch om met uw bureau op de basketballijn te zitten. Of in het doelgebied van het handbalveld. Ja, dat zijn dus heel andere belevingen. Dus de hele sfeer en entourage die zo'n school uitademt, die lokalen uitademt, en u bent er geweest, of enkele van u zijn daar geweest, en als u ziet wat er in wat voor sfeer en entourage men daar gecreëerd heeft, ja, dat past bij een bepaalde categorie start-ups. Ja, en dat hebben we hier niet. Tenminste, ik heb het niet ontdekt. We hebben wel elders ook nog een school leeg staan, maar dat is niet in het centrum van Hardenberg. Dus die sfeer en die entourage, wat we ook vaak op andere plekken in de landen zien, kijk in Zwolle, ja, waar ik een poosje geleden was in het kader van de stadsbeweging. Daar hadden we ook een avond in een schoolgebouw die ingezet wordt voor heel andere dingen waarvoor het gebouw ooit bedoeld was. Dat ademt een sfeer en entourage, daar krijgen mensen krijgen daar inspiratie van. Nou, met dat in ons achterhoofd hebben we de discussie in het college is weer heropend. Hebben we gezegd, is het wel zo verstandig om nu, dat wil niet zeggen nooit, maar om op dit moment het pand te verkopen. Nu dat toch een broedplaats is geworden voor mensen die... Voor jongeren met name, die zelfstandig ondernemer zijn of willen worden. Nou, als je kijkt, er zit ook altijd een financieel plaatje, want het LOC is bij ons ook langsgekomen. Nou, het LOC is toch een veel sterielere organisatie. We hebben daar nu ook iets van zorgen aangehangen. De vierkante meterprijzen zijn daar dusdanig hoog dat je, wil je dit soort dingen stimuleren, dan ben je het fonds van de heer Gelling ben je wel heel snel kwijt. Wil je daar een, vooral nu het gaat kantelen en die stichting zijn eigen broek moet ophouden. Kortom, wij hebben het binnen het college zo bediscussieerd dat we zeiden van nou, ja, de markt, in dit geval de jongere starter, die vindt dit soort locaties, dit soort gebouwen, dit soort uitstraling perfect bij hun passen voor de dingen die ze willen gaan doen. Dat is één. Ja, en er komt nog bij dat, dat de prijs die wij uit die twee onderhandelingen kregen, ja, die was niet dusdanig dat we zeiden van nou, als we dit missen, dan gaan we echt leeglopen of zo. Of dan krijgen we niks meer sluitend. Het waren ook nog maar, niet zulke hoge biedingen. Maar goed, dat was voor ons niet het belangrijkste. Even kijken naar dit. Als je naar de Kastanjehof kijkt. Het gebouw is hoog nodig aan onderhoud toe. Daar hebben we ook een onderhoudsplan, hadden we vanuit het verleden al. En als we er nu naar kijken, zouden we samen, we zouden sowieso een paar dingen moeten doen. Iets met dakreparatie en kozijnreparatie. En daarnaast willen we met de huidige gebruikers in gesprek. En we willen binnen zo min mogelijk doen. Want dat is juist die sfeer en die entourage die bepalend is voor de groep om zich daar te vestigen. Ja, dan kun je kijken van wat ga je dan doen en hoeveel moet dat dan wel niet kosten enzovoort. Daar hebben we... Met de groep mensen hier intern die er omheen staan ook naar gekeken. En we hebben gezegd, nou, we kunnen misschien wel een stukje dekking vinden daarvan om niet de begroting extra te belasten of een onderhoudsbegroting extra te belasten. Om aan de koppelaan kant, want dat zat ook altijd al voor een deel in ons plan, om daar, 500 of 1000 vierkante meter, ik geloof dat het rond de 1000 is wat ze kunnen, dat we daar de woningbouw doorzetten, dat we daar één of twee kavels van maken en dat verkopen. Ik weet dat er geweldig vraag is naar wonen in het centrum, vooral op die plek. Dan maak je die kant maak je af.
Dat levert een bepaalde opbrengst op die we in zouden kunnen zetten voor het onderhoud. Daarnaast is de boekwaarde dusdanig dat hij ook nog wel een klein beetje kan hebben voor onderhoud. Dus eigenlijk zouden we willen zeggen, het budget voor onderhoud moeten we niet uit een onderhoudsbegroting halen, moeten we niet uit een reguliere begroting halen. Maar daar zouden we weer het gebouw, in ieder geval voor wat betreft de mensen die er nu in zitten, weer redelijk het onderhoud weer redelijk op niveau kunnen krijgen. Voorzitter, nog één vraag. Dit gaat ons dus niks kosten, zegt u. Ja, het gaat ons geld kosten, anders hadden we de opbrengst ergens anders gehad. Kijk, als je kavels verkoopt, komt de opbrengst komt ergens in het grondbedrijf terecht. Hè? Ja. Ja. Dus het gaat altijd wat kosten. Maar we willen hem niet laten drukken op de begroting in die zin. Oftewel, je kan het ook anders formuleren. Anders was de algemene reservemachine een paar ton hoger geweest. Dus het gaat wel geld kosten. Dus help ons even, wat voor bedragen moeten we bedoelen? Nou, voor het onderhoud wat nu voor ligt, wat op korte termijn zou moeten gebeuren, circuleren bedragen tussen de 2 en 3 ton. Dat is dak, dat is kozijnen. En dat is iets met de elektriciteit en infra. Dat is ongeveer 3 ton en dat is op te hoesten uit de kavels, inclusief een beetje boekwaarde. Maar goed, dat zullen we nog nader moeten onderzoeken. Ja, maar goed, de verkoop zou, dacht ik, ongeveer een soortgelijk bedrag opleveren? Ja, dat is altijd wat lastig in de openbaarheid, want als er nog eens een keer weer onderhandeld moet worden, leg ik die bedragen liever hier niet neer. Nou, maar in de krant werden ook bedragen genoemd. Ja, de krant, maar ja, de krant moet je... Kijk, er is nu nog één journalist, dan durf ik het wel te zeggen, van moeten we de krant altijd geloven? Dat weet ik niet. Ja. Maar, kijk, dat is onze opvatting geweest, daar mag u een andere tegenover zetten, dus dat is even waar we nu mee bezig zijn. Daarnaast is het zo dat er nu starters zitten en die kunnen daar nu natuurlijk niet oneindig blijven zitten. Dus we zijn op zoek naar een structuur, want we willen zelf ook niet elke maand of elk half jaar een nieuwe huurders op gaan zoeken en dat gaan verhuren. Daar willen we een entiteit willen we daarvoor creëren die dat namens ons gaat doen, waarbij wij, eventueel samen met u, de kaders vast gaan stellen. Bijvoorbeeld, je mag er niet langer zitten dan 2 jaar of 3 jaar. Ja, want op dit moment is er een wachtlijst. Een paar weken geleden waren dat er 6, maar het schijnt er inmiddels 7 te zijn die daar graag naartoe willen. En nog steeds komen er mensen langs die zeggen, zijn er op korte termijn mogelijkheden. Dus het voorziet in een behoefte. En als je die combinaties van starters daar hebt, dat hebben we ook gezien, in ieder geval wij als college hebben dat gezien, dat er tussen verschillende van die starters zie je ook allerlei samenwerkingen ontstaan. Ja, en gezamenlijk ja, zie je dus dat 1 plus 1 niet 2 is, maar is in sommige gevallen 3. Want gezamenlijk kunnen ze klussen aan. Ja, die hun een eind op weg helpen om, nou, laat ik zeggen, nog grotere, betere, bekwamere ondernemer te worden. Mag ik daar even reageren? Want toch, meneer Prinsen, moet ik zeggen dat uw enthousiasme, zo gauw het over een pand gaat, altijd bijzonder vrij is om te aanschouwen. Hè? Want u, dank u wel. Maar de vraag is natuurlijk, waar bent u nog wethouder en waar bent u pretontwikkelaar? Hè? Want dat u enorme kansen ziet voor het pand is duidelijk. Maar toch, bekruipt mij nu het gevoel, ik weet nog dat hier 100 kinderen op de tribune zaten die heel graag in de Kastanjehof hun onderwijs wilden genieten. En toen was er no way, want dit pand, dat was werkelijk, dweilen met de kraan open, het werd niks, onbespreekbaar. Die kinderen dropen af en nu zitten we hier 3 jaar later met een wethouder die vreselijk enthousiast is over even een dakje vernieuwen en likkie verf en we kunnen er jaren tegenaan. Ik heb daar moeite mee, maar de principiële vraag is toch, maar ja, moet u dat doen? Want ik deel ook nog wel uw enthousiasme. Dit pand is werkelijk fantastisch. Daar kun je iets van maken. Het zou echt doodzonde zijn als Hardenberg dat verliest of als we het kwijtraken aan iemand die daar slechte bedoelingen mee heeft. De vraag is alleen, moet u dat doen? Moet u nu hier allerlei plannen gaan maken met, ik tel even op, toch een ton of 6 die je snel moet investeren? Moeten er dan huizen achter? Zijn dat nou verbanden om dit pand recht te doen? Of zou u nou nog een keer het proces ingaan? Dan kunt u dan best tijdelijk hier die start-ups inzetten. Dat is nog een prima oplossing. Misschien zelfs nog veel meer start-ups. Misschien zijn er wel veel meer mogelijkheden. Maar de hamvraag is, moet u dat doen? Voorzitter, mag ik daar even kort op inhaken? Voorzitter, ik zou nog graag even iets recht willen zetten. Want ik vind niet dat de heer Gelling een goede voorstelling van zaken geeft. De discussie over het onderwijs had A, met leerlingenaantallen te maken vooral. Ja, dat moet u even op de eerste plek zetten. En voor wat betreft het gebouw, wil je een schoolgebouw wat voldoet aan de eisen en aan de wensen van basisonderwijs anno 2017. Dan heb je het over frisse scholen, dan heb je het over een heel andere omvang
van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, dan om er te zeggen van nou, mensen accepteren daar een kantoor. Er zijn ook veel minder mensen in het gebouw. Dus het heeft veel minder eisen, je hoeft aan veel minder eisen te voldoen. Daar ben ik met u eens. Alleen wat u nu gaat doen is dus, en daar wordt nog erger van in mijn beleving, want u gaat tonnen investeren in een pand, wat dan ook nog steeds niet de frisheid heeft die voor een school noodzakelijk was. En de vraag is dan of dat een verstandig besluit is, en dan kom ik op terug, moet u dat doen? Zou u dit nou niet, en u moet de voorwaarden anders schelden, u moet die mensen bijzoeken, die zeggen, hoe is het leven, maak hier nou het fantastische pand van dat u wil. Voordat u weer wat huizen op het schoolplein zet en al die andere dingen doet, geef dit pand nou eens de kans die het verdient, zonder dat u met tijdelijke oplossingen komt, die wellicht eventjes ergens een oplossing lijken te geven, maar die nogmaals niet boren tot uw core business, die veel geld gaan kosten en die het pand uiteindelijk niet ten goede gaan komen. Maar inpandig zullen we, voorzitter, weinig aan het pand doen. We zullen die dingen die noodzakelijk zijn, dat zit er met name in de schil. Het dak is van slechte kwaliteit. Dat zou je sowieso moeten doen. Wij gaan geen lokaaltjes die er nu zijn ombouwen tot iets anders. Vooral niet, heb ik ook steeds gezegd, de sfeer en de entourage zoals je die binnenvult, vindt, die zal van kracht moeten blijven. Dus als je nu in het dak investeert en volgende, hoeft dat niet te doen. Laat het helder zijn. Maar ik leg hem nog even terug. Want waar is dan die markt? We hebben hem actief aangeboden in de toren. We hebben hem actief aangeboden in de Dedersvaartse krant. We hebben hem actief aangeboden op internet. En wat we uiteindelijk kregen, dat waren twee initiatiefnemers. Eentje van ver weg en eentje van iets dichterbij. Dus die initiatiefnemers die hier nu zo genoemd worden van nou laten we hem aanbieden of laten we die en die gaan zoeken, die waren er niet. Ja, we hebben nadat de inschrijftermijn gesloten was, heeft zich nog eens iemand bij ons gemeld, maar ze hebben nooit gereageerd op de uitnodiging, of misschien wel op de uitdaging, zoals wij die hebben geformuleerd in een advertentie om mensen uit te dagen om met een plan te komen voor dit pad. Begrijp dan, voorzitter, als die mensen zich alsnog zouden melden bij u, hebben lopen slapen of niet hebben opgelet in de afgelopen periode, dat u alsnog open staat voor verkoop van het pand onder de goede voorwaarden? Als het aan mij ligt, niet. Anders hadden we dat besluit niet genomen in het college. Nee. Maar als u mij opdraagt, gewoon even voor de helderheid, hè, en niet om vervelend te doen, maar voor de helderheid, als u zegt, u heeft, het college heeft een verkeerd besluit genomen en dat zegt de raad in meerderheid, u moet het alsnog verkopen en dit zijn de kaders voor de verkoop, nou, dan ben ik uw dienaar, zou ik bijna zeggen. Voorzitter, maar eigenstandig vanuit het college niet, want we hebben dit besluit met in het volle bewustzijn genomen. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is de vraag, althans zoals wij hem als ChristenUnie hebben gesteld, eigenlijk al in het begin van het betoog van de wethouder beantwoord. Namelijk, is dit onze taak? En het antwoord was een tweewerf nee. En dat is ook, want we vervallen volgens mij weer in de discussie over hoe dan en met wie dan en waarom dan. Maar volgens mij is de vraag eigenlijk al heel duidelijk beantwoord. Volgens mij, voorzitter, was het antwoord dat het niet een kerntaak is, maar dat het dan wel een taak kan zijn. Yes. En dat is nog net die faciliterende rol die wij van harte toejuichen. Voorzitter, volgens mij als je een faciliterende rol hebt, dan ga je praten over wat, wie het dakreparatie gaat betalen in gezamenlijkheid en niet dat wij de regierol overnemen. En als je dan nieuwe start-ups doet en je wilt het gaan innoveren, volgens mij hebben we eerder de sessies gehad over hoe je in het fysieke domein samen met de inwoners collectief iets kunt gaan doen. En dit klinkt toch echt als op een ouderwetse manier nieuwe initiatieven ondersteunen. En ik heb daar echt oprecht mijn vraagtekens bij waarom wij moeten investeren. En misschien mag meneer Gelling dan niet de juiste feitelijkheden hebben gehad toen het onderwijs daar nog werd gegeven. Maar ik denk wel dat hij op zijn eigen manier wel het sentiment goed heeft weergegeven hoe het in ieder geval overkomt als u zo'n betoog houdt over de investeringen die u nu wenst te gaan doen. Laatste punt is, zo komt het wel over als een verkapte subsidie op het moment dat de participanten die daar nu in zitten niet financieel meebetalen aan het verbeteren van het pand. En daar begint het wel aardig te schuren. Maar voorzitter, ik ken meer situaties waar iemand een pand huurt die ook niet meer betaalt aan de verbouwing. Ja, en met allerlei sentimenten. Ja, ik vind het wel een beetje lastig. En ouderwets denken, daar mag je mee van betichten, vind ik prima. Maar we hebben hem juist omgedraaid. We hebben juist uit de ondernemers die er nu zitten en de mensen daaromheen en een stukje begeleiders ook, ook vanuit het onderwijs nog, hebben we juist op die vraag willen anticiperen. Het is niet een aanbodgerichte zaak geweest, het is juist een vraaggestuurd iets geweest. Dus allerlei opmerkingen als van dat het ouderwets is dat wij het aanbieden, ja dat mag u vinden, maar de werkelijkheid is volgens mij iets anders. Of ik heb de verkeerde bril op gehad bij het aanschouwen van de werkelijkheid. Mevrouw Luiten, nou toch nog wel.
Die investeringskosten, ik kijk even naar de wethouder. Als u nu het dak repareert, dan neem ik aan dat als u dat ooit alsnog toch nog eens een keer gaat verkopen, dat alleen maar goed is voor de verkoopprijs. Dus dat lijkt me niet echt down the drain. Verder moet ik wel een compliment geven aan de VVD. Want ze hebben in dit geval misschien een vooruitziende blik gehad, ook met de ombudsfunctie, maar ook in dit geval dat het een goed ZZP-pand was. Nou, hartstikke fijn. Maar kennelijk is het ook een moment van timing. En zij nemen niet echt in oogschouw dat het hier ook wel degelijk gaat om een pand wat in het gevoel van de publieke ruimte heel belangrijk is. En ik wou nog wel met u meegaan over dat karakteristieke pand dat de gemeente meestal niet de goede opdrachtgever is om zoiets te renoveren of op te knappen. Dus ik zou wel graag van de wethouder horen, dat lijkt me een mooie toezegging, dat hij er zo min mogelijk aan doet. In ieder geval om dan niks onnodig te verprutsen, inderdaad, om uw woord dan maar even te gebruiken. En het baasde mij een beetje dat de heer Gelling het had over een fonds waarmee die ondernemers wilden gaan subsidiëren. Want dat lijkt me nou uitgerekend niet een kerntaak van de gemeente. Ja, maar dat is net even en daar zijn ook al een heleboel andere instrumenten voor. Het is een kwestie van terminologie, want subsidiëren hebben we niet in de mond genomen. Een investeringsfonds investeert namelijk. Dat levert door zo'n geld op ook. Daar zijn mensen heel rijk mee geworden. Maar dat is toch ook geen kerntaak? Of ook nee, niet een taak? Nee, maar dat is nou als je. Neem ik hoor u voor het over aanjagen hebben. En aanjagen van ondernemers doe je niet, althans niet onder vals competitieve voorwaarden, door de meterprijs van een pand omheen te stellen. Dat is namelijk het grote verschil. En wat ik merkwaardig vind aan uw betoog, is dat u aan de ene kant zegt, we moeten niet verkopen, maar dan als rechtvaardigingsgrond aanhaalt voor het renoveren van het dak, dat als het dan verkocht wordt, dat het dan weer terugkomt. Dat vind ik een tweeslachtigheid die deze discussie wat vertroebelt. Blijft weer de hamvraag, mevrouw Hof heeft u net al aardig geënkerd volgens mij. Is het uw core business? Nee. En dan voel ik nog aan toe, in uw begroting hebt u ons verteld dat u dingen gaat verkopen en dat doet u niet. En zeker nog, u had het besluit tot verkoop al genomen. Goed, volgens mij staat er geen vraag meer. Of u moet nog, ik had de indruk dat alle vragen zo'n beetje wel beantwoord waren, maar of u moet nog iets heel prangends hebben, maar anders ook een tweede termijn eventueel voorstellen of daar behoefte aan is. Bij mevrouw Hof eigenlijk niet, hè? Die zei al van nou, mijn vraag is eigenlijk beantwoord, maar ik weet niet hoe het bij de rest zit. Volstrekte duidelijkheid. Er ligt geen voorstel, hè? Dus ik hoef in deze niet te vragen of het een hamerstuk of een bespreekstuk of iets dergelijks wordt. Wilt u er iets mee, dan is het aan u. In wat voor vorm dan ook, zou ik zeggen. Dank u wel. En dan sluiten we dit agendapunt af. En dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. En dat is de rondvraag. En zo te zien wil niemand daar gebruik van maken. Dat betekent dat wij om 9:15 naar huis kunnen. Wel thuis.